Ja, ik vond het toch een beetje mager hoor. Ik heb wat gebroken glas gezien. Ik heb een deuk in een of andere vaag autootje gezien, maar verder niks. Ik bedoel, ik vind het zo erg dat ik bijna deze steen hier door die ruit heen zou keilen. Weet je wat? Ik doe het ook gewoon. Toch, wat een harde ruit. Maar er zit een mooie ster in. Oh. Komt ie aan. En ik heb niet eens gedronken. Goeie ruiten verkopen. Ik heb ingebroken en er gebeurt niks. Niks. Ik sta op de Seine dreef nummer 3. En ik heb net een baksteen bij de benzinepomp door de ruit heen gegooid. Maar jullie komen helemaal niet. Oké, okay. Dag. Hij was niet blij. Hij stond ook niet echt te juichen om uit te rukken. Hij zegt, we kijken wel. Of ik dat niet eerder had kunnen bedenken. Goh. Kijk even op de Seine dreef bij de benzinepomp. Die zit op nummer 3. Er zou een ruit ingegooid zijn. De dader zou erbij staan. En die zou het expres gedaan. Is het kloppen? Wat zeg je? Dan gaan wij eerst proberen in de kraag te vatten. Ja, nou, het is voor jullie een bekende. Hij wacht op jullie. Je ziet het wel als je er bent. Goedemorgen. Goedemorgen. De boog zelf. Ja, hallo. Hoi, hoi. Ja. Hoe is het? Goed hoor. We zien hallo. Het, hè? Hoi. Ja. Kijk nou, dat is al. Hebben we allemaal ingegooid, Bart? Ja. Moet je niet doen, hè? En nu? En nu? Ja, ja. Want het heeft ook een probleem, denk ik. Ja. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Ja, dan moeten we eens even bekijken wat we gaan doen natuurlijk. Ja. Ik denk dat we zo eens even naar het bureau gaan duiken. Hoe vind je die? Ik vind hem mooi. Ja, dat is een wijze. Ja. Nou, stel de volg mee trouwens, Frank. Dat weet ik niet. Die mogen in ieder geval niet naar binnen toe. Maar Bart gaat er zelf in lopen.